Dit wordt waarschijnlijk de duurste basisschool van Rotterdam. Open venster. De bouw begon 5 jaar geleden en sindsdien was het weinig anders dan problemen, dan teleurstelling en dan heel veel extra kosten. De gemeente Rotterdam heeft nu besloten om het plan voor deze experimentele school in de prullenbak te gooien. De boel gaat helemaal plat en er wordt volledig overnieuw begonnen. Ja, teleurstellend is het natuurlijk voor iedereen dat je gewoon in dit land, in deze stad zijn al zoveel scholen, goede en duurzame scholen gebouwd. Dat natuurlijk onbegrijpelijk is dat dit zo lang heeft moeten duren. Het lijkt erop dat de wet van Murphy heeft toegeslagen. Dat gewoon alles wat fout kon gaan ook fout is gegaan. Want er gaat ook gelukkig heel veel goed in. Er worden prachtige gebouwen in deze stad gebouwd. Maar in dit geval moeten we gewoon constateren dat het niet is gelukt. En dan moet je als bestuur op een gegeven moment je verlies nemen en opnieuw beginnen. De school begrijpt dat het niet anders kan met zoveel problemen tijdens de bouw, maar vindt het wel jammer. Wat vindt u de grootste teleurstelling? Dat de kinderen nog enige tijd in het huidige gebouw onderwijs krijgen. En dat ze daar waar ze zich verheugd hadden op onderwijs in een nieuwe school, dat nog een aantal jaren langer zal duren. Open Venster gaat nu zelf bouwen met extra geld van de gemeente. Opleverdatum 2020. En geen houten experiment, maar een gewoon schoolgebouw van steen. Het wordt een andere school, ander ontwerp. Misschien wat minder vooruitstrevend. Maar we zullen wel voldoen aan de eisen die ook de gemeente Rotterdam stelt met betrekking tot de frisse scholen. Dus kinderen hebben vanaf 2020 gewoon goede huisvesting. Ja. Nog even wachten, niet bang voor behekste grond hier? Nee, daar hebben we bijgeloof, dat hebben we last van.